Ook in dit uh, weekjournaal een interview met uh, de eerste keeper van uh, DVS, uh, tenminste de laatste vijf wedstrijden. En uh, met uh, succes, uh, Todori. Uh, ja, klopt. Ik ja, heb nu vijf wedstrijden gespeeld. Uh, gaat op zich lekker. Ik, uh, ik sta met plezier in de goal en uh, ja, heb een goed gevoel aan. Ik ben blij dat ik de kans, uh, de kans krijg nu en kan laten zien. eindelijk. Ja. Precies. Uh, je begon met uh, steeds uh, de nul. En uh, daarna kwamen er toch uh, een paar uh, tegendoelpunten. En uh, steeds meer. Hoe kan dat nou? <laughs> ja, hoe kan dat nou? Ja, ik zou zeggen, uh, mijn schuld. Nee, maar ik weet, ja, kan gebeuren zulke dingen. Tegen Maagreb was zonde. Uh, momentje van niet opletten achterin in de verdediging. Uh, een beetje een scrimmage dat die bal erin valt. En uh, nu tegen FC Twente. Ook twee goals tegen waarvan die eentje, de eerste goal schiet hij mooi in. En uh, tweede goal. Gedeeltelijk mijn fout, die ik wel moeten hebben eigenlijk. Uh, is jammer. Maar ik ben in ieder geval blij dat we als team uh, in ieder geval nog ongeslagen zijn deze vijf wedstrijden. En uh, dat we goed bezig zijn. Ja, inderdaad, absoluut. Je, het leek wel alsof je bij die eerste als aan de grond genageld uh, stond. Je stond vast op een of andere manier. Klopt dat? Uh, ja, ik stond, stond vast aan, aan de grond. Um, hij nam me mooi mee naar de zijkant. Ik had gewoon eerlijk gezegd niet echt verwacht dat hij die, dat die zo direct zou schieten. Uh, wat dat betreft, ik stond vrij hoog. Uh, waardoor ik te laat kon reageren. En uh, ja, uiteindelijk niet heb gereageerd op die bal. En dan moet ik wel zeggen dat hij hem wel goed inschoot. Uh, maar ik had er in ieder geval iets meer aan kunnen doen. Ja. En, en, en die tweede, wat, wat had je daaraan uh, kunnen doen? Uh, het tweede goal was een steekbal op, die, uh, op de linksback van hun, die, do die, die kwam door. Uh, die bal die stuiterde op het veld. En ik had verwacht dat hij iets door zou stuiten, Maar door het droge kunst stuitte hij juist ietsje verder terug. Waardoor ik. De keuze maakte om te blijven staan en uh, daarna uh, ja, te laten het blok inzetten waardoor hij uh, erin kon schieten. Op het moment dat ik hem gelijk het blok erin had gezet had ik hem uh, 100% gehad. Precies, het was uh, Sambisa, hè? de opkomende linksback van de jonge uh, FC Twente. Ja, hij had veel, uh, veel dreiging en uh, de was lagen aan die rechterkant zowel voor ons als voor FC Twente. en uh, Daar waren ze erg gevaarlijk in, in uh, inderdaad. Toch moet ik zeggen dat uh, de, de manier waarop je, waarop je inviel en toen uh, in, in Scheveningen en Harkemaas Boys werkelijk uh, uh, ja geweldig uh, zoals je dat hebt uh, opgepakt en ja, je hebt toch lang moeten wachten uh, op je kans, maar je hebt hem uh, wel gegrepen tot nog toe. Ik denk het ook. Ik heb dat ik denk, denk wat ik heb laten zien wat ik, uh, wat ik in huis heb. Uh, ik hoop dat dat voldoende zal zijn uh, voor, uh, voor in de toekomst. Dat DVS weet dat ze in ieder geval ook een, uh, iets hebben staan. Uh, wat kan spelen en uh, ja, ik, heb het, ik vind het gewoon fijn eindelijk weer even lekker wedstrijdjes op niveau keeper en uh, ik hoop dat ik er nog uh, een tijdje kan blijven doen. en Nog uh, uh, steeds naar je zin bij deze geel-zwarte wespen uit uh, Harderwijk Zuid? Ik heb het die hartstikke naar mijn zin uh, Piet, echt een uh, mooie club. Yeah. Uh, je geeft zelf ook nog keeperstraining? Ja klopt, ik, uh, ik geef keeperstraining aan de selectie hier, dus uh, onder, uh, onder 13 tot en met de onder 17 doe ik. Op de maandagavond voor mijn eigen training. En, uh, leuke jongens, leuke groep. Enthousiast altijd, uh, zijn er altijd. En, uh, goede keepers, goede selectie. Jullie hebben, jullie hebben ook een, een leuke keepersgroep, uh, denk ik ook. Hè? Dat is ook echt een, uh, een club die goed met elkaar overweg kan. Als straks uh, Paul Epping weer uh, onder de lat staat, uh, no problem. Zeker, we zijn met z'n drieën zijn we allemaal, met z'n vier moet ik zeggen, met Sjoerd erbij nu. Zijn we altijd super scherp bezig. We, we pushen elkaar altijd. Uh, we houden elkaar scherp. Kijk, als die een keer een lekkere bal pakt, dan zitten paal en ik achter elkaar van, nou, die willen wij de volgende keer ook pakken. Dus op die manier houden we elkaar echt wel scherp. En uh, we gaan ook met respect naar elkaar om. En uh, gaat allemaal hartstikke top. Je kunt dan allemaal goed met elkaar vinden. Ga zo door, uh, Tedori. Ja, ga ik doen. Bedankt. Bedankt. Voor de DVS-TV-weekjournaal Lars van Wetering, die helaas uh, aan het eind van dit seizoen afscheid gaat nemen van dvs Las. Ja, helaas. Ja, je ja. hebt een mooie tijd gehad volgens mij. Zeker. Ik heb uh, nu elf seizoenen hier gespeeld. En uh, hartstikke leuke tijd. De laatste twee jaar, drie jaar bij het eerste. Dat ja, was hartstikke leuk. En uh, vooral dit jaar echt een fantastisch team. Leuke sfeer. En dan is het wel heel jammer dat ik wegga. Ja, zeker. Ja. Je bent met de B1 begonnen of C1? Um, de C1. C1, ja. C1. En verder alle selectieteams uh, doorlopen. Ja, voor de rest alles doorlopen. Toen naar het tweede. En uh, uiteindelijk uh, bovenin geëindigd. Heb je je aantal uh, doelpunten eigenlijk een beetje bijgehouden, ge of niet? Uh, dit jaar eigenlijk niet. Weinig nog bij. Alle, alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Nee. Even Rob van Gender zei laatst dat ik op de 100 zat voor het tweede. Dus, maar ja, ik weet niet precies. Ik zal eens moeten kijken. Uh, uh, bij het tweede, uh, hoogtepunt? kampioenschap. Ja, 100%. Ja. Waar waren we bij? Ja, zeker. Dat is echt uh, fantastisch. Dat is echt een hoogtepunt hier. En natuurlijk uh, de wedstrijd die ik hier bij één kan spelen, dat zijn hoogtepunten. En uh, daar heb ik echt van genoten, zeker. Het mooie was de, toen uh, dat je aangaf van uh, Piet, uh, ik ga uh, er één scoren met de vrije trap. En uh, nog, uh, nog twee erbij. En uh, <laughs> het lukt ook nog. Ja, als je een afspraak maakt moet je hem nakomen. Hè? Dus, uh, <laughs> Precies, hartstikke goed. Um, ze, uh, nou, je, je speelt eigenlijk vanaf de winterstop uh, bijna constant uh, ja, mee met het eerste. In, in die zin dat je vaak het laatste kwartier twintig minuten uh, invalt, dat wil toch wel zeggen dat je heel langzaam zeker stapjes maakt. Ja, klopt. Ik heb, uh, ik, volgens mij het begin van het seizoen ben ik heel goed begonnen in de voorbereiding. Heb ik een uh, aantal doelpunten gemaakt, uh, mijn wedstrijden meegedaan en dat ging eigenlijk hartstikke goed. En ja, daarna eigenlijk een vervelend blessure gekregen waardoor ik twee uh, en een maanden er eigenlijk uit was. Ja, en op dat moment ging het team natuurlijk lopen hier. En uh, nou, dan zie je dat het heel lastig is om weer tussen te komen. En uh, ja, na de winststop uh, wel weer wat erbij. Alleen uh, ja, natuurlijk die minuutjes, uh, je wil altijd alles spelen. En dat, uh, ja, momenteel gaat dat niet. Dus dat is uh, jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. En over jammer gesproken, uh, Nunsbeet. Uh, het is niet te hopen dat je nog weer een stap uh, terug moet gaan doen. Want Nunsbeet is niet goed uh, bezig. Heb je contact met uh, Ronald Hoek, uh, Henk Baum, Christian van der Kamp? Ja, ik heb Ronald een paar keer gesproken. Uh, daarnaast de trainer uh, af en toe gesproken hoe het nu eraan toe gaat. En, uh, ja, de laatste periode hebben ze uh, vijf wedstrijden gespeeld en uh, niks gewonnen: En uh, 14 tegen en 3 voor. Dus het uh, loopt nu niet helemaal lekker. Uh, ik heb er wel vertrouwen in dat ze erin blijven, dat hoop ik ook wel. Want is, ja, je kiest natuurlijk voor een club uh, op het niveau waar ze nu spelen. En uh, het zou heel zonde zijn als dat uh, dan een trapje lager wordt. Maar ja, dat is ja, nou precies, eerste klas is toch wel het minimale niveau voor jou? Hè? Zeker. En ik hoop niet het, uh, het uh, laagde, laagste, maar uh, we hoop altijd weer hoger op te gaan uiteindelijk. Zeker. Je hebt nog uh, zes wedstrijden te gaan. Je hoopt uh, zelf uh, misschien nog een wedstrijdje mee te pikken in het uh, tweede, of hoe zit dat? Ja, momenteel ben ik, uh, uh, ik vind ik het heel erg leuk om altijd bij het eerste te zitten. Daar heb ik heel veel plezier van. En uh, je wil wel altijd spelen. Dus uh, ja, het uh, maakt mij in principe niet uit. Het is waar de trainer me nu nodig heeft. En uh, als hij dat vindt dat ik hier op de bank moet zitten en dan een keer inval, is dat goed. Als dus ik bij het tweede moet spelen en daarna misschien aansluiten bij de eerste, is dat ook goed. Ik uh, speel het gewoon lekker uit en ik wil gewoon hier een leuke afscheid nemen en het liefst met promotie. En uh, wie weet, uh, ooit nog een keer uh, terugkeren? Dat zou het ideale scenario zijn, zeker. Ja. Ja, want hoe oud ben je? Ik ben nu 22. 22? Oh, heerlijk van een leeftijd. <laughs> nou, ik voel me al aardig oud, hè? <laughs> nee. Ja, dat kan ik leuk zeggen, maar uh, nee. Het lijkt mij uh, lekker jong. Ja, zeker. Nee, maar het is gewoon belangrijk dat ik nu lekker de minuten ga maken en uh, ik, uh, dat gaat bij Nunspeet gebeuren en uh, krijgen een leuk team. Ik kom Isa weer tegen en uh, ja, daar als we, erin, als we in de eerste klas blijven, willen we eigenlijk ook meteen voor het kampioenschap gaan. Nee, dat is wel het uh, doel. Ja. Namens alle supporters van uh, DVS TV en ook namens DVS TV zelf, uh, hartelijk dank voor alle mooie momenten die je ons uh, uh, hebt uh, doen meemaken en uh, heel veel uh, succes uh, de laatste paar wedstrijden of in de tweede of in het eerste en uh, daarna ongelooflijk veel succes bij uh, Nusweet uh, Lars. Ja, dank jullie wel.